We hadden hier vanmiddag de presentatie van het vakboek Didactiek Filosofie, gemaakt door vier fantastische docenten. Belangrijk boek voor onze uitgeverij, omdat het de sluitsteen vormt van het grote programma Filosofieboeken dat wij de afgelopen 30, 40 jaar hebben opgebouwd. Ik ben er heel trots op, wij bij Boom allemaal overigens. Ik wil ook de auteurs en de kernredacteuren en alle auteurs die hierachter natuurlijk ook jullie hebben geholpen met bijdragers enorm veel dank zeggen. Het boek is een boek over hoe je filosofieonderwijs kan geven op de middelbare school. Dat was er nog niet, terwijl er wel aan meer dan 3000 leerlingen elk jaar filosofieonderwijs wordt gegeven. Dus er was een grote behoefte aan een boek en een inleiding op hoe je het filosofieonderwijs op de middelbare school zou kunnen aanpakken. De insteek van ons als redactie was eigenlijk om recht te doen aan de verscheidenheid die er is in de lespraktijk. Daarom hebben we heel veel verschillende auteurs gevraagd om een hoofdstuk te schrijven. En ik denk, als ik het boek nu bekijk, dat het ook gelukt is om recht te doen aan die verscheidenheid en tegelijkertijd ook een beetje richting te geven en te laten zien waar we in die 25 jaar en al langer ondertussen gekomen zijn met het vak filosofie. Dat er echt een vakdidactische traditie is, juist ook op de middelbare school. Ik denk dat er in het boek heel veel aanknopingspunten zitten om met leerlingen filosofischer, kritischer na te denken in het curriculum. En dat hoeft niet alleen in het examenvak filosofie. We geven ook in het boek voorbeelden hoe je dat op het VMBO kunt doen, hoe je dat in de onderbouw kunt doen, hoe je dat in het kader van burgerschap kan doen of mediawijsheid. Dus ook voor een school waar niet filosofie als eindexamenvak gegeven wordt, biedt het denk ik allerlei aanknopingspunten om wel met kinderen te filosoferen op school. Ik ga het aan u geven en dat vind ik een hele eer om namens ons allen het eerste exemplaar uit te reiken. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik heb er al wel in gebladerd en ik heb de indruk dat het boek niet aan de buitenkant blijft staan, maar dat het over het lesgeven in de filosofie spreekt of schrijft op een manier die je inderdaad in dat werk van de filosoof, in het filosoferen, in het denken, meetrekt. En als die indruk juist is, en ik denk dat die juist is, en ik hoop in ieder geval dat die juist is, de vele aparte kleine hoofdstukjes met praktijkvoorbeelden zijn al mooie tekens daarvan, dan is dit denk ik een belangrijk boek en ik dank de redacteuren en de auteurs via jullie voor het werk om dit boek mogelijk te maken. En ik wens alle filosofiedocenten dat ze hier hun voordeel mee doen en hun lessen nog beter zullen maken dankzij alle wijsheid die in dit boek te vinden is. Ik ben bijzonder trots op het boek omdat het echt een project is van leraren en van een vereniging van filosofiedocenten die zelf het initiatief genomen hebben om zo'n boek over hun eigen vak te maken. En dat dat er dan ook gekomen is en dat het wel van een kwaliteit is die op wetenschappelijke lerarenopleidingen gebruikt kan worden. Ja, dat is echt wel een prestatie waar we ook vanuit de vakvereniging heel erg trots op zijn. Ik stel vast dat het boek gelanceerd is. En ik hoop inderdaad ook dat het een mooi succes zal krijgen. En ik wens het een spoedige herdruk toe en een goede landing in het veld van de docenten filosofie in Nederland en in Vlaanderen. Want dat wil ik nog wel even benadrukken. Dit is een Vlaams-Nederlands initiatief. Dat is natuurlijk ook iets wat dit project heel bijzonder maakt. Dank aan de redacteur, dank aan de auteurs, dank aan Wouter voor zijn grandioze projectleiding als altijd. En dank aan Paul van Tongeren. Dus op de filosofie op school. Ja. Dank je wel allemaal nogmaals. Ja.